Hoi allemaal, welkom bij Fem. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze geïnspireerde haarstijl van Victoria's Secret kunt namaken. Voordat ik begin met het krullen van mijn haar, ga ik natuurlijk eerst mijn haar goed uitborstelen. En dat doe ik met deze borstel van Mason Pearson. Dan ga ik er dus voor zorgen dat mijn haar klitvrij is, zodat het allemaal gemakkelijker gaat tijdens het krullen. Voordat ik mijn haar heb gefeut, heb ik deze mousse gebruikt. En die heb ik aangebracht op de hoofdhuid en een beetje hier aan de zijkanten, zodat ik wat meer volume heb zo direct. En mijn haar is nu ook wat stugger, dus wat stroever, en dan blijven de krullen ook heel erg lang zitten. En als je haar te glad is en te zacht, dus door bijvoorbeeld conditioner of crèmespoeling of een masker, dan zul je merken dat je krullen heel erg snel gaan uitzakken. Dus wat ik doe, ik zorg gewoon altijd voor dat mijn haar lekker stug aanvoelt, zodat de krullen gewoon heel erg lang blijven zitten en ja, zodat ze die hold beter hebben. En dit is de BioSilk Volumizing Therapy in Medium Hold Styling Foam. Dus die vind ik daar heel erg fijn voor en die gebruik ik eigenlijk altijd wel als ik mijn haar ga krullen. Dus dat is die. Ik ga nu dus mijn haar verdelen in twee stukken. En ik doe dat door bij mijn oor een stuk te pakken en dan een soort van scheiding daarachter te maken. Zo. En het bovenste gedeelte zet ik eventjes vast met een elastiekje. En dan heb ik hier bovenop zo'n klein knotje, zoals je nu kunt zien. Dan borstel ik de onderkant nog eventjes door, omdat ik nu natuurlijk ga beginnen met krullen. De krultang die ik vandaag ga gebruiken is deze Iso Beauty krultang. En dit is best wel een dunne krultang zonder clip. Dus ja, je kunt hier gewoon mee krullen zonder dat je hem vast hoeft te zetten aan de clip. Ja, dit is gewoon echt mijn favoriete krultang op dit moment. Omdat de krullen heel erg lang blijven zitten. En hij wordt echt heel erg heet. Dus dat zorgt er ook voor dat het allemaal wat beter blijft zitten. En als ik mijn haar heb gekruld, dan heb ik echt gewoon 3 dagen lang krullen. En dat blijft gewoon ook mooi zitten. Dus daarvoor gebruik ik deze. En hij is nu echt gloeiend heet, dus ik kijk wel uit met mijn handen. Maar ik ga dus beginnen met 1 pluk. Ik heb al een pluk gepakt en die ga ik nu krullen. En ik krul het van mijn gezicht af. Dus ik heb hem hier achter gezet. Ik zet hem hier neer. Ik rol hem weer op. En zo. En zoals je ziet is het nu dus van mijn gezicht afgekruld. En ik vind dit persoonlijk mooier, omdat het bij mij gewoon niet staat als ik het naar mijn gezicht toe krul. En de krullen die vallen gewoon wat mooier. Ook bij Victoria's Secret zie je dat ze het iets van hun gezicht af hebben gekruld en niet naar hun gezicht toe. En dat is gewoon echt die Victoria's Secret stijl. Dus als je die wilt aanhouden, dan raad ik je aan om het gewoon echt van je gezicht af te krullen. En als die heet genoeg is, ik voel eventjes door met mijn vinger erop te drukken, dan laat ik hem los. En dan hou ik hem heel eventjes vast in mijn hand. Dan knijp ik er een beetje in, zodat hij een heel klein beetje af kan koelen in mijn hand. Zodat hij wel echt die vorm blijft houden. Niet dat hij binnen een halve minuut weer uitzakt. En dan laat ik hem los. En dan is het echt zo'n kleine spiraalkrul. Maar je zult zien zo direct dat het er heel anders uit zal zien. En dan pak ik de volgende pluk. En daarbij doe ik gewoon weer precies hetzelfde. Alleen die krul ik gewoon weer ja, een beetje random. Zo. Ook deze hou ik weer eventjes vast. Het ziet er nu dus zo uit. Je hebt echt hele strakke krullen. Maar dit gaan we zo direct allemaal uitkammen. Maar in ieder geval, dit is hoe het er dan uitziet wanneer je krult met deze dunne krultang. Wat ik nu wel eventjes doe, is ik doe er een heel klein beetje haarlak alvast op. Zodat dat in ieder geval al een beetje in het haar kan trekken. En de bovenkant laat ik los. En ik maak een scheiding. Dus dit zet ik even vast. En dit krul ik van me weg. Dus zo. Ja, ik laat hem weer los. In mijn hand. De voorste plukjes, die zijn bij mij wat korter. En daar wil ik het graag wat speelser hebben. Dus wat ik doe, ik pak wat kleinere plukjes hier. En daar maak ik gewoon wat kleinere krulletjes. Zo. Nu deze kant klaar is, doe ik hier ook gewoon weer een beetje haarlak in. Nu als laatst, tot slot, deze kant eventjes doen. Dan krul ik weer die kleine plukjes die ik heb, zoals ik aan de andere kant ook heb gedaan. Ik
nu ga doen is ik ga het uitkammen. En vooral heel erg los schudden. En dan zul je zien dat de krullen wat groter en grover en ja, mooier eruit zien. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga ondersteboven hangen en dan gewoon de boel losmaken. En daarna ga ik er met de borstel eventjes doorheen. Dus dat ga ik nu laten zien. Ik ga echt bukken nu en dan ga ik het los schudden. Nu ziet het er zo uit. Het is nog niet wat ik wil. Dus ik ga nog eventjes door met de borstel. Ook de onderkant borstel ik goed door. En dan ziet het er nu zo uit. En voor nog wat extra volume doe ik nog wat haarlak in mijn haar. Een klein beetje volumepoeder is ook altijd wel aan te raden. Want dan krijg je gewoon dat nog vollere haar. En dat het nog lekker stug is. En zodat je gewoon eventjes zo doet. En het zit gewoon perfect. En dat doe ik met deze volumepoeder van BioSilk. De Volumizing Therapy. Hetzelfde als van de mousse die ik zojuist heb gebruikt. En die ga ik aanbrengen hier bij de haaraanzet. Gewoon een beetje. Aan de achterkant ook. Daar mag het wel wat boller. En dan is dit het uiteindelijke resultaat. Ik hoop natuurlijk dat jullie het leuk vonden om te zien. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie volgende week weer. Doei doei! Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je kan zien waar mensen aan denken. Oké, dat kan je niet helemaal zien. Maar ik heb wel een heel leuk...